Gelukkig nieuwjaar! Woe! Yeah! Ja, dames en heren, jongens en meisjes, opa en oma's, ooms, tantes, neven, nichten, buurmannen, buurvrouwen, honden, katten. Er is weer een nieuw jaar aangebroken. 2023 alweer. Dit wordt een jaar waarin je al je dromen werkelijkheid kan maken. Ik voel het, jij gaat het doen. Maar goed, ik ben geen motivational speaker, dus ik hou op. En zoals altijd kan je weer beginnen met je goede voornemens. En deze vervolgens niet doorzetten. Tenminste, zo gaat het bij mij altijd. Maar goed, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Simon, a.k.a. Siem. En je kan mij kennen van YouTube. Waar ik onder andere parodieën maak, zoals deze. Mijn klas is ongewoon, ik heb geen zin in school. De een is nerd en de ander stoont. En ieder jaar bespreek ik de hints uit Wie is de Mol. Er is een mol, maar de vraag is wie de mol? Wie is de mol? Je kan me ook nog kennen van TikTok, waar ik onder andere liedjes achterstevoren zet. Zo klinkt Sniesna Snappie, achterstevoren. Wat doe ik dan hier op het kanaal van WDO? Ik hoor het je denken. Ik ben de nieuwe editor en cameraman. Dus je zal mij wellicht nog op de set gaan zien. Maar dat niet alleen, ik ga ook aan de slag als vlogger of YouTuber. En ik ga mee op alle fantastische avonturen van WDO, waaronder het komende WDO-kamp. En daar heb ik al ontzettend veel zin in. Dit jaar, 2023, gaan er wat dingen veranderen bij WDO. Zo gaan we meer social media inzetten. Denk aan YouTube. TikTok, daar zul je dus meer van ons gaan zien. Maar we gaan ook nog meer onze grenzen verleggen op het gebied van film en het vertellen van verhalen. Waaronder met onze eerste film van dit jaar, Clown. Die komt 6 januari om 19 uur hier op YouTube online. Aan deze film heeft trouwens echt een hele leuke editor gewerkt. Dan nog een wat minder leuk onderwerp, maar wel hartstikke bijzonder. Er is een nieuwe aflevering van de WDO podcast vandaag online gekomen en die gaat over de dood. Ja, dus verwacht niet dat je veel gaat lachen, maar het is wel echt een ontzettend inspirerend, bijzonder en ontroerend onderwerp. We krijgen natuurlijk allemaal te maken in ons leven met de dood. Vrienden, familie en hoe ga je er nou mee om? Ontzettend ontroerend en zeker de moeite waard om te luisteren. Dat was het alweer. Maak van dit jaar een knaller. Geen droom is te groot. Denk niet te klein. Doe wat je wil en wees wie je wil zijn. Bedankt en wellicht zie ik jou snel bij een van de WDO-avonturen. Tot ziens!